Ja, moet ik hier eerst even terugbrengen op afgelopen vrijdag. Je zei, ik neem eigenlijk toch wel een beetje een goed gevoel mee naar Nijmegen. Kun je dat eens uitleggen? Ja, dan kijk je met name naar de tweede helft, de manier van spelen. En als je terugkijkt, heb ik geloof ik 70% balbezit gehad tegen Go Ahead. Nou, Go Ahead heeft volgens mij 24 keer de nul gehouden dit seizoen. Dat is niet gelukt tegen ons. Nou, uiteraard met een penalty, maar ook in de tweede helft hebben we voldoende kansen gecreëerd. En zag je bij Vlaag ook weer wat dingetjes terug die we de weken ervoor wat minder hadden. Dat leverde een goed gevoel op. We hebben weinig kansen weggegeven. En uiteindelijk hebben we die wedstrijd verloren, denk ik, door persoonlijke fouten. Ja, maar ik kan me best wel voorstellen dat je af en toe op de bank jezelf even verbijt als je die persoonlijke fouten ziet. Hè? En daardoor ook ongelukkig natuurlijk ook gelijk een doelpunt tegenkrijgt. Ja, klopt. Dat is gewoon doodzonde. Omdat je verder in die wedstrijd ook niet zo heel veel kansen weggeeft. En wij komen nu twee keer na 10 minuten achter door een persoonlijke fout. Nou, dat weten die jongens donders goed. Maar dan gebeurt er ook iets in het team waardoor je al meer risico moet nemen. Waardoor je wat druk voelt omdat je achter een achterstand aan moet lopen. Ja, geven we dat niet weg. Dan kun je ook beter in de wedstrijd blijven. En jij zegt verbijten. Ja, tuurlijk. Dat is zonde. Als je de goal zelf weggeeft, dan help je de tegenstander wel heel erg. Hey Rens, wat vind je fijn om jou weer te zien op het veld? Ja, daar ben ik ook blij mee. Lang afwezig geweest, maar gelukkig op tijd klaar voor de laatste twee wedstrijden en play-offs natuurlijk. Ik kan me goed voorstellen, dan ben je geblesseerd en dan zit je op de tribune en dan zie je dat je team de afgelopen wedstrijden echt wel wat moeite heeft. Hoe zit je dan op zo'n tribune te kijken? Ik heb liever dat het goed gaat. Inherent aan het voetballen hoort er af en toe bij dat je minder wedstrijden speelt. Ja, natuurlijk ben je daar liever zelf bij dat je ook invloed op het veld kan uitoefenen. Alleen nu ben je leidzaam toekijkend van bovenaf. Als je nou kijkt naar morgen dan denk je tegen zo'n aanloop naar een playoff wedstrijd. Ik ga hier nog wat dingen proberen. Ik ga misschien nog eens wat een andere opstelling proberen richting de playoffs. Nee, dat gaan we niet doen. Kijk, we hebben het hele seizoen op een bepaalde manier gespeeld. En hebben we natuurlijk wel een keer gewisseld. En dat doen we nog wel eens, omdat je in sommige wedstrijden vraagt het ook wat anders. Maar morgen is niet meer het moment om dingen te proberen. En we hebben deze week ook getraind en hebben ook wat scenario's getraind. Dus dat doen we natuurlijk wel richting de eindfase van de competitie. En ook andere namen niet. Kijk, het zou gek zijn als ik een speler het hele seizoen het vertrouwen heb gegeven. En ook zie in de trainingen en in de wedstrijden dat hij een bepaald niveau had, wat we daarvan vragen, om dat nu nog te gaan veranderen. Dat gaan we niet doen. En we gaan met het elftal wat we hebben, met de selectie die we hebben, gaan we werken naar de tegenstander die we nog niet weten. Nee. Nou, dan gaan we ervoor. Play-offs was tenminste elke keer één wedstrijd, hè? Dan mag je over twee. Vind je dat fijn eigenlijk, dat maar het om één wedstrijd gaat elke keer? Ja, is wel leuk en spannend. Uiteindelijk zijn dat de regels en wij hebben daar het beste van te maken. Toch mooi, hè? Om zo nog op het laatst nog even lekker te promoveren. Ja, zeker. Volgens mij zijn er gekkere dingen gebeurd in het voetbal. En je mag van ons verwachten dat we er zaterdag volle bak voor gaan.